Kevin, oftewel Wes van hier. En leuk te kijken naar de nieuwe serie hier op mijn kanaal, genaamd Minecraft Apocalypse. Jawel, wij gaan een nieuwe soort survival serie doen. Ikea iets anders. Natuurlijk, Island Survival blijft wel bestaan. Maar dit gaat een beetje een rare en aparte serie zijn. Want dit gaat wel een beetje een survival serie zijn. Niet echt een serie waar echt een huis gaan bouwen en zo. Maar welkom in Minecraft Apocalypse. We zitten in een apart huisje. Je ziet daar misschien al iets anders van wat we allemaal gaan verkennen. Dit is Minecraft Apocalypse. Wat is Minecraft Apocalypse? Wij survivalen in een wereld waar de apocalypse is toegeslagen. Oftewel, de wereld is vergaan. Ik weet niet precies wat voor apocalypse achter deze map hoort te zitten. Maar misschien een zombie apocalypse of de wereld is zonder stroom komen te zitten. En langzaam gaan alle mensen dood van een virus ofzo. Ik heb geen idee. Maar dat kunnen we natuurlijk zelf bij bedenken. Jullie kunnen bedenken van oké, laat ik gewoon zeggen van er is een zombie apocalypse geweest. Want er zitten zombies in Minecraft. Dus de hele wereld is vergaan. Ze zijn allemaal zombies geworden. En de wereld is zoals je ziet, dit is een kantoorgebouw. Het is helemaal verouderd en zo. En wij moeten onszelf survivalen door deze wereld. We vechten tegen zombies en looten wat wij tegen kunnen komen. Ik zie een chest en ik zie hier appels. Een torch. Heel belangrijk. En clay. Oké. Deze chest heb ik net al geloot volgens mij. Yep. Dus ja, dit is alles wat we hebben. Laten we naar buiten stappen. Oké. Ah, CEO Timothy Grant. Dit was een kantoorgebouw, zullen ze zijn. En dat is het kantoor van de CEO, oftewel de baas van dit kantoor. En zo ziet deze wereld eruit. Ik moet niet naar beneden vallen. Dat is een vliegtuig die niet is gestort. Oké. En ik zie een boerderij in de verte. En een trein. En oké. Er zit blijkbaar een hele grote scheur door dit gebouw in. Is er een plek? Offices. Employees only, visitors may pass. Oké, dit was dus een kantoorgebouw. Hier waren allemaal kantoren en zo. Wat is hier boven? De deur staat open. Oké. Ah, we zijn op het dak. Oké, wat zien we hier? Ik zie een kist. Oké, wat zit in de kist? Blaze rods, pumpkin seeds, gold nugget en glowstone. Geen idee hoe wij daarmee kunnen survivalen. Maar oké. What the fuck is dit? Oh, dit is een kerncentrale. Voor mij is het een kerncentrale als ik het goed heb. Oké, laten we hier naar beneden gaan. Oké, hier is dus niks meer echt te vinden. Wat zien we hier? Oh, kunnen we verder naar beneden gaan. Oké, laten we naar beneden gaan. Control room, employees only. Oké, dit is een soort van kantoorgebouw. Dit is dat een soort van computer was of zo. Oké. En een no signal. Oké, de computers doen het niet meer, jongens. Een kist. En een diamond sword. Yes, die hebben we nodig voor om te overleven hier. Ik denk dat de button niet echt heel veel doen. Oké, laten we verder naar beneden gaan dan. We zijn nu in nog een kantine, of een kantine. Ik weet niet wat het is. Wat is dit? Ja, een soort kantine, want ik zie voedsel. En water. Oké, water is niet echt nodig. Ik maak even een health potion. Misschien belangrijk, voor het geval dat we bijna doodgaan. Oké, dat was het dan. Zit hier nog wat in? Cooked rabbit. En charcoal. Oké, we nemen gewoon alles mee wat we mee moeten nemen. Want alles is belangrijk wanneer je moet survivalen in de apocalypse wereld. Offices, control room en lunchroom. Oké, dat was dus een lunchroom. We zijn nu op de begaande grond. Oké, wat zien we hier? Entering power plant. Dit is dus een power plant. Dit is een kerncentrale. Oké, wat zien we hier? We zijn een music disc. Oké, een cookie en wat iron ingots. Oké, nice. Zien we hier nog wat meer? Dat is het. Reading area visitors only. Dit is oké. Dit was een plekje waar je dus moest wachten wanneer je een afspraak had in het kantoorgebouw. Restricted area employees only. Oftewel, hier mogen alleen werknemers komen. Maar er zijn geen werknemers meer. Dus laten wij nu eens richting. Dit is dus de kerncentrale. Oké. Het wordt nacht. And I don't like it. Oké. Wow. Holy shit. Daar gaan we een screen van maken. En ik zie een kip. Sorry, kip. Je moet me zien. Wat is dit? Er zit een gat midden in de kerncentrale. Gaan we erheen of niet? Natuurlijk doen we dat. What do we see here? Wat is dit? Oh god. Gaan we dit overleven? Oh no. No. Dit is een gang. Sorry jongens, maar ik ben enorm verkouden op dit moment. Ik heb geen idee waar we zijn. We zijn in de diepe gangen onder de kerncentrale. En ik denk niet dat dat dit goed gaat komen, jongens. De gang is allemaal onder water gelopen. De kerncentrale is onder water gelopen. Dus het is niet echt goed gegaan.
We hebben een torch. We kunnen de boel verlichten. Daar hebben we een hele mooie mod gedaan op de farm. En wij kunnen zelfs onder water de boel verlichten. Ja, fucking raar, maar oké. We gaan weer naar boven. En we zijn opnieuw in de kerncentrale. Is dit een tweede toren? Oh, er zijn twee torens. Oké, er zijn twee kerncentrale torens. Hier is de gaat in. Oké. Is er de koe? Sorry, koe. Moet je survivalen? I'm so sorry. Dankjewel, koe. Oké, ik moet even... Nou, ik wil zeggen, ik wil even jumpen over de waterlelies. Maar ja, de game denkt van... nope, dat gaan we niet doen. Oké, we zijn nog steeds hier in de mooie kerncentrale. En het onweer. Oh, dat kan natuurlijk ook weer bij. Oké, dus we moeten een plek vinden eigenlijk waar wij een tijdelijk huis kunnen noemen. Ik zie hier auto's. Ik zie een kist. Dus we gaan wel even naar boven vandaag. Naar een van die twee. Kijk wat te zien. Oké, ik zag hier echt een kist. Daar zie ik een kist. Oké. Mushroom. Strength potions. Oké, prima. Oké, dit is een gebouw. Hè? Oh, nog eentje. Oké. Nether ward. Een lever. En glass bottles. Zullen we hier ook een eentje inzetten dan? Ja. Mensen nemen van allerlei rare dingen mee. Ze nemen zelfs wattels mee. Oeh, kip. Ze nemen zelfs wattels mee wanneer ze naar het werk gaan, naar de kerncentrale. Ik weet niet waarom. Maar oké. Wat is dit? Dit zijn golden pressure plates. Wat is dit? Oh, dit is een. Dit is een soort van stroomplek. Want hier werd een kerncentrale, kijk, er werd natuurlijk stroom. En de stroom werd via deze dingen richting de stad geleid. Ik denk dat het daar achter de stad is. En dat zou natuurlijk wel vol zitten met zombies. Ook al ben ik er nog geen tegengekomen. Wow, wat is dat dan? Oké, er is zoveel dingen die ik wil gaan uitzoeken nu. Oh, de bliksem vliegt naar beneden. Oké, wij gaan even helemaal naar boven hier. Want ik wil even kijken wat hier boven zit. Er zal natuurlijk een ladder zijn. Er zal ook wel iets boven moeten zitten. Anders klim ik de hele eind naar boven voor niks. Maar ik vind het een hele mooie map. Ik dacht van, ik wil een keer survival iets anders doen. Dan alleen echt survival in Minecraft. Dit is een beetje iets anders. Ja. Hier zit een gat, dus ik kan niet verder komen. Wat gaan we dit doen? Nou, kan ik hier naar beneden springen zonder dood te gaan? Ik wil het er niet wagen, eerlijk gezegd. Oké, ja, we gaan weer naar beneden. Oké, ik ben in dat gebouw geweest. Daar kwamen wij vandaan, of niet? Nee, daar zijn we niet geweest. Er is een trein, daar kunnen we misschien straks ook even heen gaan. En een vliegtuig. En daar zie je. Wat is dat erachter? We kunnen. Dat is een vliegveld. Er zit een vliegveld naast de kerncentrale. Oké. Apart. En dit is een vrachtwagen volgens mij. Au. Oké, dat is niet echt heel goed. Maar oké. Een vrachtwagen. Wat zit in de vrachtwagen? Goddammit. Soms maken ze het zo moeilijk, hè? Zit iets in de vrachtwagen? Dat is de vraag. Er zit een kist in de vrachtwagen. Ik heb geen pickaxe. Goddammit. Oké, ik moet... In de vrachtwagen. Kan dat, AUB? Yes, oké. Oké, dit blok moet weg. Mind het blok, please. Yes. Dat is een glas. Holy shit. Dat is geweldig. Oké, wat hebben we hiervan niet nodig? We hebben geen lever nodig. Oké, een diamond. Dit was natuurlijk een hele waardevolle truck of zoiets. God damn it. Laat me naar buiten. Oké. De trein is daar. Maar. Sorry. Ik heb last van mijn keel. Maar laten we eens deze kant op gaan. En laten we eens kijken wat in dit aparte gebouw zit. Waar kwamen we vandaan? We kwamen van niet hier vandaan volgens mij. Hoe komen we hier naar binnen? Is er een manier hoe we hier naar binnen kunnen komen? Building 3. Cooling tower in. Oké. Building 1. Reactor. Where protective closing radiation may appear. Oké, dus dit is echt de plek waar er zware radiaties. Nuclear reactor. No cell phones or cameras. Oké, dus... hier wit de stroom gemaakt. Dus is hier wit echt de stroom gemaakt. Ik weet niet of jullie weten hoe een kerncentrale werkt. Ik niet echt, maar... Oké, wat is dit? Kan ik hier ingaan? Emergency steam vent manual opening. Ik zie een kist beneden. Nou, ik wil best wel even hier ingaan. Als het kan. Maintenance ladder, if not used, the power plant is operative.
Wat is dit? Oké. Ik moet toegeven. Dit is mooi gemaakt. Ik moet toegeven, dit is schitterend gemaakt. Maar. Kan ik de ladder op? IP. Yes, oké. Ik heb geen idee waar we nu uitkomen. Oké, hierboven. Oké, en. Het gaat hier diep naar beneden. Oké, spring ik in het water. Nice. Cold water pipe in. Nou, wat in de kist? Oeh, een chestplate. Yes, die heb ik nodig. De rest interesseert me niet heel erg. Bescherming voor eventuele zombies in iets. Zit er eventueel nog wat achter hier? Denk het niet. Ik hoor een schaap. Gelukkig geen zombie. Waar staat eigenlijk... Is dat peaceful? Oh, we gaan het gewoon op normal zetten. We gaan het op hard zetten. Prima. Peaceful, ik dacht, waar zijn de zombies? Oké. Hier zijn we al geweest, dus laten we gewoon weer naar buiten gaan. Ah, kip. Hier komt het weer. Building 2. Turbine and Generator. Geen idee wat daarmee bedoeld wordt, maar is het hier een nieuwe kist? De cookies. Oké, misschien moeten we straks leven van koeken. Geen idee. No signal. Steam turbine. Niks werkt meer, natuurlijk. Alles is verwilderd. Wat is dit? Ah. Oké, generator. No signal. Niks werkt meer. Niks doet het meer. Dit doet ook helemaal niks, zoals je ziet. Dus, ja. Ik denk dat het tijd is om deze kerncentrale te gaan verlaten. En op weg te gaan naar een volgend gebouw. En dat is, denk ik, het vliegveld. Even kijken, is er hier ergens een doorgang? Hier kan ik niet doorheen. Doorgang, please. Ik heb nog geen pickaxe gevonden. Ik kan niet wel een pickaxe maken. Maar ik wil meer deze serie doen van we moeten doen met wat we vinden. We gaan niks craften. Ja, gaan we dingen craften, maar alleen craften van de dingen die wij vinden. Ik kan hier overheen, oké. We zeggen vaarwel tegen de kerncentrale en wij gaan richting het vliegveld. Down here, it is soon. So be safe outside. Oké, ik heb geen idee waar de zombies zijn. Dus dit is een zombie apocalypse dus. Oké, let's go. Ah, het vliegveld. Holy shit. Het is wel heel erg verwilderd hier. Maar genoeg auto's die we kunnen looten. Au, dat deed pijn. Oké, wij gaan even wat eten. We eten gewoon een appel. Waarom niet? Eet een appel. Dat is altijd goed voor je. Oeh, er zijn bedden hier. Oeh, kan ik even gaan slapen? Oké. We kunnen even gaan slapen. Dat doen we ook wel eventjes. En hop, nice. Oké, zit hier nog wat in? Dat is een lege bottle. Een lingering potion. Oké. Een kist hier. Leather pants. Niet slecht. Die heb ik niet echt nodig. De horse armor wil ik wel meenemen. Voor het geval dat wij een paard vinden. Omdat het zich best wel goed zou zijn. Oké. We moeten misschien even iets gaan doen. En dat is, ik wil deze kist pakken. Wat wil ik kwijt worden? Klooster. Pot. Kist. Nice. Wanneer we hier geslapen hebben, betekent dat we hier doorgaan. We hier terecht komen. Dus ik wil spullen dat niet nodig is nu. Wil ik gewoon achterlaten hier. Gold niet nodig. Dit is niet nodig. Dit is niet nodig. Dit is niet nodig. Een pumpkin pie. Dit is gewoon simpelweg niet nodig. Dit niet. Dit niet. Dit niet. Oh, het team is... Oké. Dit is een soort van boek. Waar er iets van... De Extinction Project team. Oké, we weten dus wat er gaat. Het is een virus en mensen zijn allemaal dood. Oké, dit is een virus. Dit is geen zombie apocalypse. Nope, dit is een virus. Boeken niet nodig. Dit zwaard niet nodig. Oké, we hebben een beetje geloot. Pumpkin seeds heb ik niet nodig. Nou, prima. Dit is een health en strength heb ik ook niet echt nodig. Prima. Voedsel, diamonds laat ik ook wel achter. Nou, neem het wel mee, voor het geval dat. Ik heb geen slash home, dus ik kan niet teruggaan. Omdat het een single player wereld is. Heel geweldig. Wat ik wil doen is... Nee, ik wil... Wil ik een bed meenemen?
Heb ik hier echt iets van nodig? Zit hier iets in waar je zegt van, dat moet je echt meenemen. Dat heb je echt nodig. De gold misschien, maar voor de rest niet echt. Dan neem ik nog een bed mee. Dan kunnen we slapen. Oké. Wat zien we hier nog meer? We looten alles en alles. Ik heb hier niks echt van nodig. Auto's. Loot alle auto's. Ik zie een varken en een kip. Oké. Okay. Oh, deze is de chest. De brood neem ik mee. Voedsel, aardig belangrijk. Dus we moeten nu echt gaan kijken. We hebben iets te veel loot. We moeten echt gaan kijken welke loot we echt nodig hebben en welke niet. Are you kidding me again? Please. Please, ik wil hierin. Kan ik hierin gaan? Please, please, open. God damn it. Yes, oké. Okay. Een klok, een name tag, niet echt nodig. De potions of health ook niet echt nodig. Oké, geen idee, oké. Okay. We gaan een mispul meenemen, want we echt zeggen van, dit hebben wij nodig. Even kijken of ik er goed voor sta. Heb ik niet echt nodig. Goddammit, ik wil gewoon naar buiten. Dit is een kist van ons. Zien we nog meer dingen? Ik zie hier nog een kist. Ook niet echt nodig. Hier zie ik nog een kist. Dit heb ik ook niet nodig. Dus we moeten echt gaan kijken wat hebben we nodig en wat hebben we niet nodig. De torches, die heb ik al bij me, dus waarom niet? Vlees is ook niet echt nodig. Dat kunnen we makkelijker vinden. Nope. Dirk, dank je. Emeralds is niet echt nodig, zou ik zeggen. Misschien komen we villetjes tegen. Kunnen we dat ruilen? Nee, we nemen het wel mee. Dit is dus het vliegveld. Oké. Okay. Oké, dan gaan we de volgende aflevering naar binnen. Wat we nu gaan doen is, we gaan nog een beetje looten hiervoor. En dan ga ik hier naar de aflevering afsluiten. Dit is ook niet echt nodig. Dit was dus vroeger de inritplek voor het vliegveld. Maar het is natuurlijk helemaal niks meer nu. De charcoal is wel nodig. Als ik eerst wel een furnace ga maken. Of vind. Dit moet ik bagagekarretjes voorstellen. Oké. Okay. Slim gedaan. Oeh, een brug in de vette. Oké. Apart. Maar waar is de ingang naar het vliegveld? Natuurlijk voor de volgende aflevering willen we natuurlijk weten wat het is. Hier. Airport. Beep. Oké, we kunnen hier waarschijnlijk wel ingaan. Alleen hebben we een pressure plate door. Hallo, paardje. Alleen ik heb geen zadel. Fuck. Shit. Dit is jammer. Evacuation. Oké, ik heb jou nodig. Goddammit. Oké, zit hier een zadel in? Nou, wel een boog. Oké. Voor het geval dat we die nodig hebben. Jij zit vast. Dus dat is goed. Oké, ik heb een zadel nodig voor een paard. Dan kan ik mezelf makkelijker vervoeren. Hier zit dus helemaal niks in. Goddammit. Oké, maar ik ga hier de aflevering afsluiten. Ik ga als ik hier nog een beetje verder looten. En de volgende aflevering gaan we het vliegveld verkennen. Dus dit is de eerste aflevering van Minecraft Apocalypse. Voor deze aflevering leuk, laat er natuurlijk een like achter. Abonneer als je nieuw bent. En hopelijk zie ik jullie allemaal terug in de volgende aflevering van Minecraft Apocalypse.